Yo kijkers, wat leuk dat jullie kijken naar deze video. Jullie zijn hier waarschijnlijk terechtgekomen omdat jullie willen weten hoe je nou je PlayStation naam kan veranderen. Nou, dat ga ik jullie laten zien in deze video. En dat is eigenlijk heel erg simpel. Je gaat naar dit webadres. id.sonyentertainmentnetwork.com. Ja, daar moet je eventjes je PlayStation gegevens invullen om in te kunnen loggen. Als je daarna ingelogd bent, dan zie je aan de linkerkant een menu. Dan klik je hier op profiel van PSN. Dan zie je dus deze pagina. Waarna je kan klikken. Hier op bewerken. Je ziet het online ID. Nou, dit is mijn online ID. Als je hier klikt op bewerken, dan kom je dus in een volgende venster. En daar kun je dus je PlayStation ID veranderen. De eerste keer is het gratis, daarna kost het €9,99 voor niet-leden en €4,99 voor PlayStation Plus leden. Dus ik hoop dat jullie deze video een klein beetje geholpen hebben om je PlayStation netwerknaam te kunnen veranderen. Is het jou gelukt of is het jou niet gelukt? Ik ben benieuwd, laat het me weten in een reactie onder deze video. Laat in ieder geval een blauw duimpje achter en vergeet natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer. Laters!